VVD'ers mogen van fractieleider Voorhoeven los van de fractie kiezen of ze voor of tegen het pensioen van mevrouw Rost van Tonningen zijn. Reagan bespreekt Iran op het Witte Huis met zijn adviseurs en ministers. De KNVB besluit in Zeist tot hardere maatregelen tegen het voetbalvandalisme. Goedenavond. De leden van de VVD-fractie in de Tweede Kamer mogen zelf beslissen of ze komende donderdag voor of tegen het pensioen van de weduwe Rost van Tonningen stemmen. Ze hoeven zich niet aan het fractiestandpunt te houden. VVD-fractievoorzitter Voorhoeven zei dat vanavond op een partijbijeenkomst in Weert. De fractie moet een moeilijke keus maken tussen verschillende juridische argumenten. Het is een ernstige zaak, de verlening van een staatspensioen aan iemand die een landverrader is geweest. Ik wil alle fractieleden de volledige ruimte geven om hun persoonlijke mening te bepalen. Er zal in deze zaak dus niet de gebruikelijke stemdiscipline worden toegepast. Ja, en met die aankondiging van de VVD-leiding wordt de uitkomst van de discussie in de Tweede Kamer alleen maar onvoorspelbaarder. Want het is min of meer gebruikelijk dat de fracties intern proberen het met elkaar eens te worden. En daar beginnen ze bij de VVD in dit geval maar liever niet aan. Het ziet er trouwens naar uit dat ook bij de andere fracties in de Tweede Kamer het precies zo zal gaan. En dat maakt het komende Kamerdebat van donderdag buitengewoon spannend. Inzet van dat debat wordt het kabinetsvoorstel om, alles afwegend, het pensioen aan de zogenoemde zwarte weduwe gewoon uit te blijven betalen. En dat was ook de inzet op een hoorzitting vandaag. Daar stoorden velen zich aan de nog steeds openlijk beleden nazistische voorkeuren van de weduwe. Als pensioen en weerzinwekkend gedrag van de zwarte weduwe door elkaar heen gaan lopen, dan is dat de verantwoordelijkheid van deze weduwe. Die zegt dat haar man geen zelfmoord pleegde, maar door terroristen vermoord werd. Die zegt dat massale uitroeiing van Joden een leugen is. Dit verraad wordt nog steeds door de weduwe Rost van Tonningen voortgezet, door middel van het verspreiden van racistische en discriminerende pamfletten, welke bovendien vol leugens staan en mede gefinancierd worden door de overheid middels het pensioen. De schaamteloze houding van deze weduwe en het voortdurend trachten, vooral jeugdigen, om zich heen te verzamelen om hen te vergiftigen met neonazi-ideologieën is weerzinwekkend. Ja, en of deze hoorzitting nog van invloed is op de Kamerleden, dat horen we aanstaande donderdag. Dat was Den Haag. Zometeen na deze uitzending van het NOS-journaal gaan we weer terug naar Studio Den Haag voor Den Haag Vandaag. De rubriek Den Haag Vandaag komt met een extra lange uitzending over dit onderwerp. Straks dus op dit net. President Reagan heeft zijn ministers en adviseurs bijeengeroepen op het Witte Huis om zijn Iran-beleid te bespreken. In Washington gonst het nog steeds van de geruchten dat er koppen gaan rollen. De geheime wapenleveranties aan Iran zijn slecht gevallen bij de pers en bij het publiek. Maar de president ontkent dat hij ministers of adviseurs zal ontslaan. Ministers en adviseurs komen aan bij het Witte Huis. Ze zijn de laatste weken over elkaar heen gevallen om het Iran-beleid te verdedigen of juist te veroordelen. De president zou nu met zijn staf alles op een rijtje willen zetten. Eerder op de dag waren ze ook al bij elkaar bij de ontvangst van Zulu-leider Buthelezi. Maar de camera had meer belangstelling voor veiligheidsadviseur Poindexter. Poindexter dacht de geheime wapenleveranties. Here to meet with someone who has a very real problem and see if we can be of help in the South African situation. Well, are you happy with your staff? What? Are you happy with your staff? Mm-hmm. How do you like the reporting on and they're backstabbing each other? Helen, I think you'd be happier if I said I'm going to stop answering questions with that one. No, I wouldn't. You know, because you wouldn't like my answer. President Reagan ontweek over het algemeen alle vragen. En hij zei ook tegen de journalisten dat hij zelf geen fout had gemaakt in de Iran-kwestie. De KNVB heeft vanavond nieuwe maatregelen genomen tegen het voetbalvandalisme.
De meerderheid van de clubbesturen in het betaalde voetbal ging akkoord met het voorstel om het tuchtreglement te veranderen. En daardoor krijgt de bond de mogelijkheid clubs te straffen als zij in gebreken blijven bij het voorkomen van rellen. Vanuit Zeist onze verslaggever Harmen Roeland. De KNVB vanavond bijeen voor wat omschreven kan worden als een van de meest cruciale momenten in de geschiedenis van de voetbalbond. Sectievoorzitter betaald voetbal André van der Lauw haalde fel uit naar justitieminister Korthals-Altus. De minister had een paar weken geleden gezegd dat het milieubegrip de vervuiler betaalt in de maatschappij was ingeburgerd en dus moesten de clubs maar opdraaien voor de politiekosten. Maar hoe kan een minister van Justitie tot conclusie komen dat de clubs de vervuilers zijn, vroeg van der Lauw zich af. Ik weet niet, dames en heren, wat voor bluffen er is. De kromheid van de redenering die de minister hanteert of de gebakzucht van zijn analyse. In de omgekeerde wereld van de heer Korthals-Altus zijn de clubs de vervuilers en blijven de reddenmakers buitenschot. Van de minister van Justitie mag verwacht worden dat hij een nauwkeurige onderscheid weet te maken tussen slachtoffer en dader. Van zo'n minister mag ook verwacht worden dat hij het zwarte pieten staat en met ons en anderen maar echte oplossingen zoekt. Maar wanneer, afgevaardigden, wij samen hier in deze vergadering eisen stellen aan anderen, zullen we ook zelf tot het uiterste moeten gaan bij het zoeken van middelen om de ziekte die vandalisme heet te bestrijden. En daarom zijn we vanavond bijeen. In het besef dat de voorraad smakelijke medicijn is uitgeput. Met andere woorden, oplossingen zonder nadelen zijn niet meer voorhanden. Een pijnloze behandeling is een volstrekte illusie. En na deze donderspeech kon de sectievoorzitter betaald voetbal de oogst binnenhalen. De meerderheid van de clubbesturen ging akkoord met het voorstel om het tuchtreglement te veranderen. Als er rellen zijn, moet de club zelf aantonen daar geen schuld aan te hebben. Lukt dat niet, dan volgen er strafmaatregelen. Dank u wel, dan is dat voorstel aangenomen. Vanmiddag is de op één na grootste mobilisatieoefening van na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Voor de jaarlijkse oefening Donderslag worden nu ruim 1800 man opgeroepen van de 43e Panzerinfanteriebrigade uit Havelte. Vanavond kregen veel van die 1850 mannen de brief met de oproep voor deze mobilisatieoefening de bus. Van de militairen wordt verwacht dat ze morgen zo vroeg mogelijk naar de opgedragen plaats zullen gaan. En dat kan Havelte, Assen, Ermelo, Nunspeet of Eindhoven zijn. De oefening zelf begint woensdag en vrijdag kunnen de militairen weer naar huis. Een aantal hoge NAVO-militairen zal bij de oefening komen kijken hoe efficiënt het leger in ons land werkt. In de studio het hoofd van de mobilisatievoorbereiding, kolonel Kosters. U hebt u keurig aan de werktijden gehouden, kolonel. Geen militaire oproepen tussen vrijdagavond en maandagmorgen. Voor een aantal mobilisanten komt dit duidelijk onverwacht en daardoor niet altijd prettig uit. Ik denk als we het in het weekend zouden houden, dat het nog onprettiger zou zijn. Vandaar dat we het gewoon aan het door de week dag gehouden hebben. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend als je een eigen bedrijf hebt of voor de werkgever. Dat is juist. Vandaar dat we ook vanavond de oproepen uitgezonden hebben. Dan zijn de mensen in staat om vanavond nog maatregelen te nemen ten einde morgen onvoorkomenheden nog recht te trekken. Moeten we de NAVO-landen laten zien dat we paraat zijn? De NAVO-landen zijn overtuigd van het feit dat wij paraat zijn. Het is echter min of meer het unieke karakter van ons mobilisatiesysteem wat vele NAVO-autoriteiten in ons land lokt om te zien of wij inderdaad in zo'n korte tijd in staat zijn onze eenheden gereed te maken. Doen ze dat in andere landen van het bondgenootschap op een andere manier, op een langzamere wijze? Over het algemeen is het zo dat een aantal landen daar veel langer over doen. Ons systeem lijkt toch ook wel iets op het Duitse systeem, ook het Engelse systeem. Wijkt niet al te veel af, maar in zijn algemeenheid, door het bijzondere karakter van Nederland, kleine reistijden, snelle waarschuwingstijden, zijn wij toch vrij uniek in NAVO. Op korte termijn oproepbaar. Dit is de 17e donderslag, maar er komen driemaal meer militairen dan meestal bij een dergelijke oefening. Hebt u genoeg ruimte om ze allemaal op te vangen? Jawel, ze worden in eerste instantie in de kazernes opgevangen. Maar daar zit de parate hap, hè? Die is daar ook aanwezig. Betekent dus een klein beetje indikken. En verder hebben we veldbedden om de zaak op te lossen. En het één bataljon komt op in een mobilisatiecomplex en daar is ruimte genoeg. Ja, hoeveel procent verwacht u?
ervaring uit het verleden. Van vorig jaar geleid tot de cijfers 90-95%. Als we 95% halen, dan ben ik erg dankbaar daarvoor. Dan is de operatie geslaagd. Dan kan ik zeggen, de oefening is zeer geslaagd dan. Bedankt voor uw komst, kolonel, naar de studio. Tot en sterkte de komende dagen. Dank u zeer. Een kindertekening van een prachtig land krijgt u te zien. Hoge bergen, typische huisjes, een vrolijke zon. En toch zit dat land gevangen onder een glazen stolp. Is het onbereikbaar voor de mensen die er buiten gesloten zijn? Het land is Chili, de mensen Chileense ballingen. Hun problemen kwamen het afgelopen weekende aan de orde op een studiebijeenkomst. Want steeds meer ballingen willen terug naar Chili. In het Noord-Hollandse Bentveld vertrokken ze vanmiddag weer. De Chilenen die aan de studiebijeenkomst hadden deelgenomen. Vertrokken ze, maar niet zoals ieder ander naar huis. Ze kunnen immers niet naar huis, niet naar Chili terug. Hoewel, de laatste maanden is er toch sprake van een zekere kentering. Steeds meer van de ruim 100.000 Chileense ballingen in Europa besluiten om naar hun land terug te gaan. Over wat hen dan te wachten staat, daar is uitvoerig over gepraat dit weekende. Wat voor leven bijvoorbeeld krijgen ze opnieuw terug onder de dictatuur? Op dit moment niet een hele openbare mogelijkheid, zeg maar. Maar zij doen toch wat zij kunnen doen daar. Maar de vrijheid die ze als balling hier in Europa hebben of hadden, die zijn ze als ze teruggaan naar Chili weer kwijt. En toch gaan ze terug. Ja, natuurlijk, want aspect van die vrijheid is een heel belangrijk aspect, maar toch ook belangrijk daar iets voor eigen land te doen, in het land zelf. Patricia Schell sprak op de studiebijeenkomst vooral over alle maatschappelijke problemen waar een balling bij terugkeer in Chili mee te maken krijgt. In de praktijk betekent dat de beslissing bemoeilijker wordt. En als ze toch de beslissing nemen en naartoe gaan, betekent een extra zware last om hun aanpassing daar weer. Boris Bildossola hoopt dat diverse Europese regeringen bereid zijn om ballingen die teruggaan in Chili te helpen bij het opstarten van nieuwe projecten. Gaat hij zelf binnenkort ook terug? Ik wil teruggaan, maar ik kan niet teruggaan. U kunt niet? Nee. Ik kom in een zwarte lijst. Ik heb de dictatuur gemaakt. Een lijst van 3500 Chilenen die zijn in de ballingen. U kunt nooit meer terug? Nooit, terwijl de junta blijft in Chile. En dan dammen ook na de 12e ronde van het wereldkampioenschap dammen in Groningen. Blijven de Rus Baljakin en onze landgenoot Rob Klerk samen aan de leiding met 17 punten. Beide wonnen hun partijen. En de derde is nu alleen Jannes van der Wal met 16 punten. Van der Wal won zelf van de Senegalees Makodun Daye. En de Rus Dipman kwam niet verder dan de remise tegen Fermin. Dipman staat nu vierde met 15 punten. Het nieuwsoverzicht. De Britse bank Barclays trekt zich terug uit Zuid-Afrika. Het is de eerste grote Britse investeerder die dat doet. Barclays had nog 40% van de aandelen van het Zuid-Afrikaanse zusterbedrijf. Die worden in Zuid-Afrika verkocht. De Britse anti-apartheidsbeweging ziet het besluit van Barclays Bank als een grote overwinning. Gejuich op de Filipijnen nu de dreiging van een staatsgreep in het weekeinde is afgewend. President Cory Aquino wordt geprezen om haar vastberaden optreden. Maar er zijn ook waarschuwingen dat alle gevaar nog niet voorbij is. Jongelui ontruimde vandaag het bureau van de minister van Defensie Enrile, die gisteren door Aquino werd ontslagen. Maar het blijft onzeker wat de ontslagen minister nu gaat doen. Aan de Ierse kust ligt de ertstanker Kowloon Bridge, afkomstig uit Hongkong, met de neus onder water aan de grond. De bemanning heeft het schip inmiddels verlaten. Bergers van Smit Internationale proberen al geruime tijd aan boord te komen om de tanker te bergen. Het zal een heel karwei worden, want het schip is in tweeën gebroken. Smit Internationale heeft zelfs besloten het karwei samen te doen met hun grootste concurrent, Wijsmuller uit de Muiden. De regenjas zat vandaag toch wat te warm. Erwin Krol weet waarom. Het was een wat miserige dag vandaag, maar heel bijzonder was de temperatuur. En ik laat u zien waarom. Vanmiddag om 12 uur was die ongeveer 7 graden. En wat had hij nou moeten doen? Volgens de blauwe lijn in de loop van de middag naar beneden moeten gaan. Maar wat deed hij? Hij liep volgens de rode lijn en bleef maar stijgen tot aan het eind van de middag ongeveer 11 graden. En op veel plaatsen is het dat nu nog steeds.
Nou, dat kwam omdat er veel zachte lucht naar ons land kwam vanaf de oceaan. En dat ging gepaard met een hoop bewolking en af en toe wat regen. Nou, en bewolking zit er echt niet alleen bij ons. Want kijken we naar de foto van Europa, dan zien we, te beginnen met Oost-Europa, dat ook daar een heleboel bewolking zit. Griekenland, Joegoslavië, Italië. Midden-Europa is dan even wat minder. Maar West-Europa hier en zo de oceaan op. Overal zit erg veel bewolking. En helemaal op de oceaan ook nog wat buien. Nou, kijken we nou nog even naar het gebied van de oceaan, wat voor ons van belang is, met behulp van de andere satellietfoto. Dan zien we dat ook daar, ten zuiden van Ierland en ten westen van Frankrijk, erg veel bewolking zit. En dat komt allemaal onze kant op. Maar we zien ook een paar opklaringen en heel misschien pikken we daar nog een graadje van mee. Maar erg zeker ben ik daar niet van. Vandaar dat voorlopig ik het erop houd dat vannacht en ook morgen overdag er veel bewolking is. Heel af en toe kan er wat motregen vallen, maar het is allemaal zachte lucht. Dus de temperatuur die blijft een graad of 12 en misschien wordt die zelfs wel 13. Verder blijft het flink waaien, vooral langs de kust, een harde wind, windkracht 7. En pas aan het eind van de middag, of liever gezegd in de loop van de avond, dan kan er vanuit het westen echt regen komen. En daarmee is dan meteen een eind gekomen aan die zachte lucht. Want woensdag wordt het langzaam al wat frisser. Is er nog een enkele bui. Maar na woensdag blijft het droog. Wel komen de mistkansen, maar de temperatuur die gaat zeker een graad of 4, 5 naar beneden. Einde van dit half elf journaal. Een prettige avond verder.